vandaag testen we de Suzuki Celerio uit 2017 in de Comfort uitvoering. Het is een compacte auto uit het A-segment van Suzuki. Nou, dan zijn we eens kijken hoe dit is. Deze auto is eigenlijk door Suzuki op de markt gezet voor degene die een Swift te groot of te duur vindt. En die Ignis en de vroegere Alto. Eigenlijk kun je zien het als het ware een upgrade is van de Ignis Alto naar deze auto. Er is een 3-cilinder 1000cc motor in van 69 pk. Dat is een beetje de norm zo'n beetje. Om soms het vermogen eruit te halen. Verstelbare nokkaarsen. 5 bak. Stop-start systeem zit erop. Dus eigenlijk de goedkoopste manier van vervoer. Wat je zo'n beetje in Nederland kan krijgen. En deze auto's wegen rond de 800 kilo ongeveer. Nou, met dat vermogen, oké, trekken ze geen strepen. Maar je kan eigenlijk gewoon prima rijden. En ik ben eigenlijk verbaasd over de ruimte in deze auto. Want we hadden vroeger zelf een Suzuki, een Datsun Cuore. Die hebben we pas verkocht. En dan ga je kijken van wat voor auto wil je dan hebben. En je wilde wat iets grotere auto hebben, iets volwassener rijdt. Nou, dan kom je bij de Volkswagen Up, de Seat Mii of de Skoda Citigo terecht. Alleen, het nadeel van die auto's is, je moet een behoorlijke dure uitvoering nemen. Wil je een heel klein beetje goed in de spullen zitten die je eigenlijk toch heel graag zou willen hebben op deze auto. Dingen als een airco, cruise control, de nodige elektronische hulpmiddelen. Nou, en dan ontdek je deze Suzuki, als wie de Wokkerand nog niet gekeken heeft. Deze auto, nergens zie je onbedekt plaatsstaan. Alles is gestoffeerd of geïsoleerd. Dat geeft een hele mooie luxe uitstraling. Nou, dat is hartstikke fijn. Alleen deze auto is een behoorlijk stuk groter dan de drilling van VAG. Dat scheelt echt heel veel. Ik zou de gegevens erbij moeten pakken. Maar het zou me niks verbazen dat deze auto qua interieurruimte groter is dan een Opel Corsa uit 1984, die ik ooit zelf heb gehad. Maar wel een heel krachtige motor heb die nog veel zuiniger is. Met standaard een 5 bak. Gewoon een luxe ding vergeleken met dat. Deze auto heeft ook een airco. En ik moet eerlijk zeggen, die doet het dus wel. Maar ook behoorlijk goed. Kan vrij snel de grootste hitte wel van deze auto afvoeren. Dat doet hij eigenlijk prima. Maar goed, de bekende dingen. Het enige nadeel wat je wel bij deze auto's merkt is, omdat het een kleine motor is, en nu begint het koud te worden, het is nu november, en graden 6-7, merk je wel dat dit soort auto's, het duurt wat langer voordat ze warm zijn, want ze genereren niet zoveel warmte, want ze zijn poepzuinig. Ik heb deze auto voor mijn vrouw gekocht. Want ja, ik vond hem zo goed rijden. Ik denk, nou goed, dan koop ik hem mezelf. En we hebben nu een aantal maanden erin rondgereden. En ik moet eerlijk zeggen, ze zijn hartstikke zuinig. Je rijdt zo 1 op 18, 1 op 19, 1 op 20. Geen enkel probleem. Hoef je niks voor te laten. Dat gaat helemaal vanzelf. Zelfs met dat vele stadswerk wat wij ermee doen. En wat ik ook gewoon heel fijn vind, is de stap in het onderstel. Je merkt dat deze auto gewoon een stuk verder doorontwikkeld is. Als je uit de Datsun Cuore van mijn vrouw uit 2010, nou, dan merk je gewoon dat deze auto een behoorlijk stuk geavanceerder is. Veel betere wegligging. En groter natuurlijk. En eindelijk wel een fatsoenlijke radio erin die mp3'tjes lust. Je kan hier ook een USB-stick insteken. Dan kan je ook gewoon vrij makkelijk. Kan je er gewoon mp3'tjes op zetten. Dus dat doet hij eigenlijk best wel heel erg goed. Ik had er ook. Dat DHWP Plus, dat zit hier niet, dus niet op.
je merkt gewoon dat aan alle kanten deze auto weer een heel klein beetje volwassen is geworden. De Volkswagen Up, die heeft de allerbeste rij-eigenschappen, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik heb daar een paar keer proef mee gereden. Als groene kastje wordt opgenomen door de boekjes en alle handleidingen die je nooit leest. Maar goed, het zit er allemaal in. Verder heeft deze auto aardig wat vakjes links en rechts hoor, dus je kan je dagelijks rommeltjes erin. En er zit behoorlijk wat ruimte onder de stoel. Dat kan je niet in de video zien. Maar het verbaast me eigenlijk wel dat je behoorlijk wat ruimte onder de stoel hebt. En je beelddozen en dat soort dingen die je niet in de kofferbak kwijt wil, die kunnen daar wel in. Je merkt naar alle kanten deze auto gewoon een stukje volwassenis. Maar wat ik nog het leukste vind, de prijs. Je koopt ze vanaf 11.000 euro ongeveer. Maar de modelletjes die je graag wil hebben, met de alle basale luxe die tegenwoordig ja, eigenlijk vanzelfsprekend is, ben je 13.000 euro kwijt. Nou, als je het bij vak wil hebben, moet je minstens 15, 16 op tafel leggen. Dan ben je minimaal kwijt. En wil je echt voor elkaar hebben, dan zit je zo aan de 17.000, 18.000 euro. Dat vind ik gewoon veel geld voor een ASML auto. En dan word je nog afgeschreven met een 60 pk motortje ook. Want als je dan bij spreken de 65 pk uitvoering wil hebben, komt er ook nog weer wat bij. Dat is een beetje jammer. Maar goed, die Up heeft wel het voordeel dat hij nog iets stiller is en nog iets betere wegligging heeft. Maar als er dan zoveel geld tussen zit, ik denk ook dat je bij zich dan, als je zoveel geld op tafel legt, is misschien een tweedehands Polo misschien wel een idee. Dan heb je gewoon nog meer ruimte voor hetzelfde geld. Maar goed, nou, dit is een comfort uitvoering. Hier zit zo'n beetje alles op. Centrale portiervergrendeling. Helaas zit er maar één afstandsbediening bij en geen twee. Want ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die gewoon deze auto als eerste auto gaan gebruiken. Want ja, qua maatvoering kom je aardig overeen met bezig met auto's van 15 jaar geleden. Daar komt je aardig mee overeen. Qua maten. Dan ja, is twee afspraakdingen toch eigenlijk wel heel erg leuk. Nou denk ik ook wel voor de prijsklasse, oké. En cruise control zit er ook niet op. Dan moet je een aftermarket systeem in, dat kost ongeveer 700 euro. Ja, het voordeel van de cruise control natuurlijk wel. Dan ben je wel één keer af van die stomme 2-3 kilometer bekeuringen. Omdat je gewoon op bepaalde wegen, waar je minder hard mag dan technisch kan, kun je gewoon natuurlijk gewoon dat voorkomen. Wat voor deze auto eigenlijk opvalt, hij is wel ietsje zwaarder dan een Cuore. Hij heeft hetzelfde vermogen, maar hij voelt veel levendiger aan. Dat heeft te maken dat deze verstelbare klep heeft. Dat heeft de Cuore ook, maar op een of andere manier komen we de Cuore niet echt uit de verf. En met deze auto wel. En je merkt gewoon dat hij gewoon vrij vlot doortrekt en oppakt. Dat doet hij eigenlijk allemaal wel. Wat ik nog even wil zeggen is, als je naar de ruitenverstelling kijkt, spiegels, die gaan gewoon met een soort joystickje en niet elektrisch. Ik denk, met deze auto's kun je vrij makkelijk naar bijreiken. Dus waarom zou je het elektrisch maken met kabeltjes en motortjes en andere zaken die toch geld kosten? Als je dat zo kan, heb je natuurlijk een hele grote brede auto als een BMW 7-serie. Ja, dan red je dat gewoon niet. Moet je echt gordel losmaken om uit de stoel te kunnen reiken, om daarbij te kunnen. Nou, deze zoek is altijd als 5 deurs. En ik denk ook wel dat het handig is. Want makkelijker om kleine kinderen in stoeltjes achterin te werken dan dat je bij spreken half naar binnen moet komen. En dat werkt gewoon niet zo handig. Ook heel apart vind ik het dashboard. Hier heb je altijd in beeld print de benzinemeter met streepjes. Het verbaast me dat deze auto met makkelijk getankt 500 kilometer. En als je echt bij wijze van spreken voor de zuinigheid gaat, dan 600 kilometer haal je ook wel. Dat vind ik gewoon best makkelijk, want je rijdt best makkelijk 1 op 19, 1 op 20. Dat is eigenlijk best wel heel goed. En deze auto kan op E10 rijden, geen enkel probleem. En op deze een comfort uitvoer zit als het ware een verbruiksmeter in, die het verbruik aangeeft, de buitentemperatuur en de tijd. Wat ik wel apart vind is dat hier heb je twee staafjes. En daar waar je mee kan kiezen tussen dagtellers, totaalteller
en welke gegevens je maar wil. Hè, dat is nu is wat wijze van het gebruik wat ik over de hele rit heb gereden. Dit is wijze van wat ik nog zou kunnen rijden. En dit is het actuele verbruik. En met deze knopjes, hè, dus ik heb al 260 kilometer gereden met deze tank. En dit is de totaalteller. Grappig. Ik had eigenlijk nog wel een van die tellertjes, van die dagtellers, permanent in beeld willen hebben. Had makkelijk onderin gekund daar, de klok. Ook al zitten daar een heleboel controlelampjes in. En wat voor mij ook wel had gemogen is, deze auto beschikt ook over dat je Bluetooth kan maken met je telefoon. Nou, ik heb dat geprobeerd. Hij maakt verbinding met een Samsung Galaxy S7. Dat werkt wel. Maar echt briljant werkt het niet. Je moet soms opnieuw aanmelden. Het werkt wat, ja, wat minder handig. Andere auto's één keer verbinden per en blijft draaien. En met deze auto ja, werkt het gewoon niet super goed. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook wel van ja, moet je daar echt wat mee doen? Nou, voor de rest wat ik even wil zeggen is. En de radio. Ik heb een cd'tje aanstaan. De standaard speakers voorin. Achterin zitten geen speakers in de deuren. Dat kan dus wel, maar dan moet je dus als het ware achteraf laten toevoegen. Maar mijn advies is, vervang de voorspeakers ook, want die zijn gewoon waardeloos. Wat ze standaard erin schroeven, dat klinkt nergens naar. Een hoop gebonk, een hoop je hoort dat dit bij lage volumes al heel snel overstuurt. Dat is natuurlijk gewoon erg jammer. Dat is, ja, jammer. Nou kopen deze auto's natuurlijk niet om de, ja, om echt als rijden in disco of vanwege de geluidskwaliteiten. Daar koop je deze auto's niet voor, want deze auto's zijn natuurlijk niet super stil. Over het geluid gesproken. De motor is in principe stil genoeg. Je hoort hem wel, maar niet hinderlijk. De meeste herrie komt van de banden af. De isolatie van de wielkast is gewoon niet ideaal. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, aan de andere kant, als je dat goed gaat isoleren, dan kost dat geld. Het neemt wat ruimte weg, hè, want zo'n dek is dan wel een centimeter of 2-3 dik. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje jammer als dat niet gedaan hebben. Maar aan de andere kant, het is geen brulboer voor een auto. Je komt er niet doof uit. 100, 110 is gewoon prima te doen met deze auto qua geluid. Een ingebouwd navigatiesysteem dat zit er ook niet in. Maar ja, de meeste mensen van deze auto's die rijden gewoon in de stad en meestal is het een vertrouwd gebied. Dus ja, voor die paar keer dat je het echt nodig hebt, kun je wel met je telefoon navigeren of met een tomtommetje met een zuignapje aan je voorruit. Ja, dat doet mijn vrouw ook wel eens. Op het moment dat ze ergens heen moet waar ze niet bekend is. Nou, voor de rest. De stoelen die zijn redelijk. Ze zijn niet de beste stoelen in de markt, maar ook zeker niet de slechtste. Hier kan je wel een redelijke tijd op zitten op deze stoelen. Ik vind de bekleding wel ietsjes aan de gladde kant. En dat is jammer omdat je er niet super veel steun hebt, zijsteun hebt in deze auto. Dus als je een keer sneller dat onderpakt, ja, dan moet je toch een beetje grap zetten, want anders voel je toch wel een heel klein beetje glijden. Niet in een mate dat het echt verstorend is, maar je merkt het wel. Deze auto beschikt ook over een bandencontrolesysteem. Bandenspanningcontrolesysteem. We hebben de pech gehad dat we een lekke band hebben gehad. Nou, dat keurt met je alarm, geeft zich aan op het dashboard dat de band te zacht is. Hij kan je niet vertellen welke band het is, niet precies tenminste. En wat ook heel grappig doet is, op het moment dat je de band gerepareerd en opgepompt, we hebben gelijk alle vier de banden gedaan, je moet hem resetten. Dan eikt hij zichzelf. Toen de auto gewoon gebruikt werd en de bandenspanning van alle vier de banden ietsje zakte, gaf je dat weer aan. Terwijl je eigenlijk zou verwachten, dit soort systemen werken gewoon met ABS-sensoren. Zodra de omtreksnelheid van één band meer dan zoveel procent afwijkt van de andere band, en dat over een bepaalde periode, dan weet de auto gewoon, oké, die band is aan de zachte kant. En eigenlijk het voordeel van dit systeem is wel dat je er niet met de lage bandenspanning kan rijden. Dat is natuurlijk eigenlijk wel een goed idee.
Want deze auto heeft voor dit soort auto best wel een hele hoge bandenspanning. Normaal rijdt deze auto met 2,1, 2,2 of zo. En deze auto is gewoon 2,5, 2,7. Dat vind ik eigenlijk best veel voor een autootje van 800 kilo met deze bandenmaat. Breng me ook bij het volgende. Omdat deze auto 14 inch wielen heeft, dat loopt gewoon een stuk rustiger dan 13 inch wieltjes. En dat vind ik eigenlijk wel een goed idee van Suzuki. Wat ik eigenlijk iets minder jammer vind, is, ik heb gelezen op internet dat ze gaan stoppen met de Celerio. Ja, na dit model komt er geen nieuwe. En terwijl ik toch eigenlijk wel denk dat de vraag naar dit soort auto's wel blijft toenemen. Maar het heeft natuurlijk te maken, de milieueisen die na 2025 van kracht worden, die worden dan zo streng dat je een partikelfilter moet toevoegen. Nou, het nadeel van een partikelfilter is, dat is een duur ding, die weegt best wel wat. Vreet het nodige vermogen weg en de nodige ruimte. Dat zijn allemaal dingen die je gewoon niet wil hebben in een autootje als dit. Want ja, je wil een auto niet onnodig zwaar maken. En je gaat ook niet bij wijze van spreken een 230 liter aan volume onder de auto vrij reserveren. Omdat er zo nodig een partikelfilter onder moet. Wat natuurlijk gewoon voor een benzinemotor van dit formaat euro 6 volslagen waanzin is. Nergens voor nodig. Want zoveel partikels produceert dit soort auto's eigenlijk niet. Als jij een sigaretje staat te roken, produceer je meer partikels en fijnstof en deeltjes dan deze auto dat doet. Dus met andere woorden, dikke onzin. Maar ja, het zorgt er wel voor dat dit soort autootjes veel te duur gaan worden. En dan waarschijnlijk niet meer lucratief is om zoveel concurrerende prijzen weg te kunnen zetten. Hè? Deze auto's worden van Suzuki, die worden in India aan elkaar geschroefd. En ze hebben in Hongarije een grote fabriek staan. Lang levende vooruitgang, zullen we maar zeggen. En dat is eigenlijk wel jammer. Want Volkswagen heeft in hun wijsheid tussen aanhalingstekens besloten om de benzinemodellen van de Citico en de Mi een up te schrappen. En alleen nog maar een elektrische versie aan te gaan bieden. Maar die kost 23.000 euro. Dat is gewoon dik 10.000 euro meer op het basismodel. En de aangeklede versie, ja. En dan moet je hem gaan opleuken op niveau. En dan kom je gewoon aan 76.000, 80.000 euro. Wil je dezelfde uitvoering hebben als met 17.000? In andere woorden, het is gewoon 10.000 euro duurder. En ik weet gewoon één ding. De kortingen op BPM en andere voordelen die je hebt van de overheid, die zullen over een tijdje echt wel gaan verdwijnen hoor. Daar hoef je niet echt eraan. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Nou, de kofferbak van deze auto is ook groter. Nogmaals, kijk naar de Wilke Round video. Hier kan je gewoon boodschappentassen recht op de rijrichting inzetten. Dus dat betekent gewoon dat je zonder enig probleem 6, 7 tassen naast elkaar kan zetten. Bagage, boodschappenkratjes. Je kan gewoon in de lengte richting erin zetten, pas precies. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Dat betekent gewoon dat je gewoon heel veel rotzooi kan meenemen. Dus voor als boodschappenauto is het een ideale auto. En er zit een elektrische stuurbekrachtiging op. Nou, dat scheelt weer, dus geen gedoe met veestaartjes en olie die je moet laten bijvullen in de garage. Deze auto ook vrij goedkoop in het onderhoud. Nadeel, iets minder gevoel. Maar ik moet eerlijk zeggen, mensen die echt uitgaan op precies stuurgevoel, die moeten een Swift kopen met een sportuitvoering of zo. Die rijden deze auto's niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze auto rijdt eigenlijk wel behoorlijk goed voor het soort. Voor mijn moeder, voor mijn vrouw, weet ik veel, iedereen. En zelf rijd ik het ook regelmatig in. Want alle dingen in de stad doen we met deze auto en niet met een grote auto. Ik moet eerlijk zeggen, is het helemaal geen verkeerde auto. En helemaal niet als je het afzet over het geld. Nou, dan gaan we even de snelweg op. De motor is door en door gewarmd, dus dan mogen we wel een beetje doortrekken.
grappige is, de verbruiksmeter staat nog tussen de 4,5 en de 5 liter per 100 kilometer. Dat vind ik gewoon niet slecht bij 120 kilometer per uur. En de vering is ook erg goed. En wat ook opvalt is, de spiegels zijn ook prima gedimensioneerd. En je kan precies, ze zijn lekker groot, je kan precies zien wat er achter en naast je gebeurt. En ook de ramen zijn groot genoeg. Je hebt goed zicht overal omheen. Het enige wat je niet zo goed kan zien, is wat de neus doet. Dan valt me ook op, deze Bocker 120. Geen enkel probleem. Mooi strak. Je voelt precies wat hij doet. Je voelt precies waar de grens ligt. Met de geringste moeite stuur je hem door zo'n snelle S-bocht heen. Ik heb me waarschijnlijk met de kleuren van mevrouw de vorige. Maar je kon er wel zo door met dezelfde zin doorheen. Maar dan moest je hem echt doorheen dwingen. Want die auto ging om zijn lengteas rollen. Kwam uit zijn veren. En je merkte gewoon dat hij daar absoluut geen zin in had. En deze auto, hoor je ook. Geen centje pijn. En dat vind ik gewoon heel mooi. Dat ze bij zo'n compacte auto van deze prijsklasse. Ja, dat doen. Dat hebben ze echt goed voor elkaar. En een Up doet dat beter. Maar daar hangt inderdaad weer een prijskaartje aan. En ik denk ook dat de wielen en de bandenmaatverhouding en zo ook heel slim gekozen zijn. Niet te breed, want daar heb je met 69 pk toch niet wat aan. Maar ook niet te smal, zodat je best wel snel voelt. Ja, deze auto heeft ook niet een hele, heeft wel ABS uiteraard. Maar geen trackcontrole en dat soort dingen. Maar er zitten wel andere veiligheidssystemen op. Bijna standaard zijn, maar niet die typische voorzieningen die je nodig hebt, die je gebruikt omdat je heel veel pk's hebt. En vaak kan je beter een lichte auto hebben en een hele zware, want die massa zit niet door. En dan zit je onder in de 4, zeg maar 1,25. En dan laat ik hem terugzakken met een hellinkje op richting de 100. En nu rijden we 100. Nou, dan zit je onder in de 3. 3,5, 3,2. Maak een beetje af van de tegenwind. En dat je een hellinkje op gaat, dan loopt het ietsjes op. Maar in principe hoef je niet echt ver boven de 4 uit te komen. Nou, dat vind ik gewoon hartstikke zuinig voor zo'n auto. Echt waar, daar kan je niks van zeggen. Als ik een conclusie eraan mag hangen. Ja, ik vind het een hele leuke auto. Hij rijdt goed. Voldoende comfort, behoorlijk veel ruimte. Dat is een van de ruimste A-segment auto's die je kan krijgen. En ook hartstikke zuinig. Ik heb ook gekeken naar Hyundai en Kia. Nou, die hebben ook twee leuke auto's in de aanbieding. Maar ja, als je dan hoort en leest wat die dingen nou verbruiken, dan moet je of de allernieuwste hebben. Maar de andere modellen, zeg maar, van de interessante prijsklasse, nou, die lopen heel lang niet zo zuinig. Dat viel me eigenlijk best wel tegen. En deze loopt gewoon echt knettertje zuinig. Ik bedoel, makkelijk 21. En als je een beetje doorrijdt in de stad en zo, dan is het 1,19 en dat past niet nou. Ja, daar kan je gewoon helemaal niets van zeggen. Op tweedehands auto's, je hoort hier weinig bleur over, eigenlijk. Maar ik van andere Suzuki modellen wel eens weet dat er nog wel eens een katalysator en een lampenzonde stuk gaat. Maar dat is alleen met oudere auto's die te veel korte stukjes rijden. Dan branden ze nooit schoon, dan hoop je valt zich op en dan ja, komt de boel aan en dan gaat het stuk. Maar goed. Deze auto vind ik momenteel, als je puur al op economische gronden deze auto heel zwaar gewicht aan heft, een van de beste aanbiedingen die op dit moment te krijgen is. Je kan ze opnieuw kopen.
En jammer dat ze er niet mee doorgaan waarschijnlijk. Maar voor nu, ja, er rijdt er aardig wat van rond. Dus voorlopig kunnen we wel even vooruit. Bedankt voor het kijken naar deze test. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.